Minister Jennifer van Dijk-Silos is verbaasd over de verklaring van de officieren van justitie. Deze officieren zijn vandaag niet ter rechtszitting verschenen, waardoor de rechter genoodzaakt was alle zittingen uit te stellen. In de verklaring geven zij aan dat hun afwezigheid het gevolg is van een gezamenlijk standpunt dat gebaseerd is op het feit dat er thans een pijnpunt is ontstaan, welke maakt dat zij zich ernstig zorgen maken over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen. Hun bezorgdheid is ter bestemde plekke gedeponeerd. Vanwege de gevoeligheid, die magistratelijke functie die zij bekleden en uit IGARD naar de verantwoordelijken toe, volstaan zij met deze mededeling. Zo luidt dus de verklaring van de officieren. Minister van Dijk-Silos zegt dat dit een vertekend beeld is. Zij benadrukt dat zij de veiligheid van niemand in gevaar heeft gebracht. De manschappen van het Korps Politie Suriname zijn namelijk niet teruggetrokken omdat er nog geen substitutie voor hen is gevonden, zegt de bewindsvrouwen tegenover onze nieuwsdienst. Van Dijk-Silos kan zich niet voorstellen dat er nu al commotie is ontstaan over een te nemen maatregel, omdat ze morgenmiddag een gesprek hieromtrent zal hebben met de procureur-generaal. Samen met hem zal zij nagaan welke oplossing hiervoor gevonden moet worden.